Gezellig dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal en dit is dag 30 van de Budget Challenge. Dag 30, lieve mensen, de allerlaatste dag van onze budget challenge. En ik hoef vandaag helemaal niks te kopen, dus dat betekent dat we heel mooi binnen het budget zijn gebleven. We hebben nog een kleine 20 euro over, dus dat betekent dat ik mijn Dunkin' Donuts boxen kan gaan halen. Ik ben er echt helemaal blij mee. Ik was eigenlijk van plan om ze vanavond te gaan halen, maar doordat de maatregelen veranderd zijn, zijn de winkels nu om 5 uur dicht. Dat betekende dat de Dunkin' Donuts boxen, die kun je krijgen trouwens als je in de omgeving van Remond woont, kun je krijgen bij het outletcentrum. En in het outletcentrum heb je een Dunkin' Donuts, dus helemaal achteraan in het outletcentrum. Dus je moet het hele outletcentrum doorcrossen, wil je daar komen. Maar dan kun je dus ongeveer een kwartiertje voor sluitingstijd kun je het ophalen. Normaal gesproken gaat het outletcentrum rond 8 uur dicht, maar nu met de nieuwe coronamaatregelen gaat hij dus om 5 uur dicht. Dus dat betekent dat je tussen 4:15 en 5 uur die boxen kunt gaan ophalen. Nu was het zo dat ik eigenlijk vandaag om 4:15 een afspraak had, dus ik kon niet om 4:15 aanwezig zijn om die boxen op te halen. Dus ik heb ze niet voor vandaag besteld. Toen belde mijn afspraak af vanwege een zieke kind. Heel erg begrijpelijk, maar ik kon dus niet die boxen gaan halen. Daarnaast is Dave ook helaas geveld met de buikgriep. Dus ik vind het wel gezellig als iedereen zeg maar mee kan genieten van die Dunkin' Donut boxen. Dus ik ga ze iets later deze week halen. Dat laat ik je uiteraard straks ook nog eventjes zien. Wat ik vandaag wilde gaan doen, want ik was eventjes aan het kijken. We zijn dus aan het einde gekomen van die budget challenge. Ik heb dus de hele maand door eigenlijk wel wat dingetjes verzameld. Dingetjes gekocht, maar ook dingetjes bewaard in mijn vriezertje. Noem het allemaal maar op. Dus ik wilde jullie eigenlijk eventjes laten kijken wat ik ook nog allemaal over heb aan het einde van deze budget challenge. Nou, zoals je ziet zijn er toch nog een heleboel dingetjes die ik over heb. Ik denk dat wij vanavond ook gewoon eventjes lekker voor het gemak lekker klikjes eten. Want ik heb nog een aantal dingetjes in de vriezer die gewoon gemakkelijk klaargemaakt kunnen worden. En Dave die zal niet mee eten, vermoed ik zo. Of het moet iets van soep zijn, misschien dat hij dat wel binnenhoudt. Maar ik denk dat we gewoon lekker voor klikjes gaan. Maar wat hebben wij dus nog allemaal over in de vriezer? Nou, ik heb het al eerder gezegd, ik vries heel graag dingen in die we over hebben, dus klikjes, zodat we daar op een later moment nog van kunnen genieten. Wat hebben we over, en ja, dus ook deze maand gemaakt? Een bakje rode koolstamppot. En ik heb ook nog ergens de gehaktballetjes daarbij, even kijken. Dus hier heb ik nog 3 gehaktballetjes, dus dat is zeg maar een setje samen met een rode kool stamppot met gehaktballetjes over. Ik heb nog een bakje pompoensoep over. Ik plak ook overal stickertjes en datums op. Als er ergens geen sticker of datum op staat, wat ik gemaakt heb, ja, dat vind ik gewoon niet zo heel prettig. Dus ik plak gewoon echt overal stickertjes op, zodat ik ook weet wat erin zit. Ik heb bleekselderij nog een bakje liggen. En nog een bakje bleekselderijen. Ik had aan het begin van de challenge had ik 2 van die bleekselderijen in mijn to-go pakket. Die heb ik gewoon in stukjes gesneden en die heb ik ingevroren. Zodat ik ze op een later moment kan gebruiken. Of daar kleine beetjes van af kan halen. En ze bijvoorbeeld bij de macaroni of iets dergelijks kan doen. Ik heb hier een bakje hutspot met 2 gehaktballetjes. Die heb ik ook aan het begin van de challenge gemaakt. Dus dat is nog voldoende voor 1 persoon. Bakje groentesoep, dus wel voor iets meer dan 2 personen. Dit is macaroni. Mijn moeder die had macaroni gemaakt en daar had ik nog een beetje van over, dus die heb ik ook ingevroren. Dus ook voor ongeveer deze bakjes, die zijn echt voldoende voor ongeveer 1 persoon. Het zijn van die bakjes die krijg je gewoon bij de Chinees. En niet dat ik zo vaak naar de Chinees ga, maar ik bewaar ze dus wel als we daar naartoe zijn gegaan, want die zijn dus ideaal om dingen in te vriezen. En dan in van die lage bakjes kun je eigenlijk precies voldoende invriezen voor 1 persoon. En als je van die hogere bakjes hebt, dan is het eigenlijk voor 2 personen een maaltijd. Dus het is gewoon ideaal.
Dan heb ik nog een bakje met van die wortelstukjes over. Ik had ook aan het begin van de challenge had ik 2 kilo wortelen in mijn Too Good To Go pakket. Dan heb ik ook een stukjes gesneden. En ik denk dat ik die ga bewaren voor als ik eens erwtensoep ga maken. Ik denk dat ik straks ergens een keertje, het is toch winterdag, eens gewoon lekker erwtensoep ga maken. En dan ja, is die wortel daar gewoon heel erg fijn en heel erg gemakkelijk voor. Ik heb afgelopen week van die aardappelgroenteballetjes gemaakt zelf. En ik had wat van die aardappelpuree, best wel wat van die aardappelpuree over. Met groente en kruiden voor, heb ik het ook opgezet. Aardappelpuree met groente en kruiden voor die balletjes. Dus dat heb ik ingevroren. Dus als ik die balletjes nog eens wil maken, dan kan dat. En ik heb die balletjes zelf ook ingevroren. We hebben ze namelijk gewoon eigenlijk voor te snacken hebben we ze gegeten. We vonden ze wel heel erg lekker. Delen niet. Damien en Dave en ik wel. Lennon heeft ze niet geproefd. Maar deze waren best wel lekker. Het lukte me alleen niet zo goed om daar van die hamburgers van te maken. Want het viel helemaal uit elkaar. Dat is een soort bitterbal-achtig ding geworden uiteindelijk. Maar ik heb ze dus in de frituurpan gedaan. Ze waren lekker krokant, lekker knapperig en gewoon lekker lekker. Dus dit kunnen we op een ander moment als we nog eens een keertje frietjes gaan eten. Dan ga ik die denk ik daarbij klaarmaken. En als ik gewoon eens weer wat meer tijd heb, want ik was een beetje uitgerold op die dingen. Dan kan ik die aardappelpuree eruit halen en dan kan ik daar nog eventueel balletjes van maken. Dat is ook nog wel lekker. Dan heb ik nog een klein bakje een stoofpotje over met kip. Die heb ik ook ergens aan het begin van de challenge gemaakt. En ook die boterbakjes. Ja, deze, mijn moeder die heeft vaker van deze botertjes, zeg maar. En ze bewaart dan die boterbakjes. Ja, wat eigenlijk voldoende is, als ik een beetje rijst over heb, dan doe ik dat hierin. En als ik dus inderdaad zo'n stoofpotje over heb, dan doe ik dat hierin. En dat is dan eigenlijk samen ook weer voldoende voor één persoon. Dus hoef je niet altijd nieuwe bakjes te kopen, maar je kunt dus ook prima gebruik maken van lege boterkuipjes, van lege Chinees bakjes, van lege yoghurtbakjes, whatever. Maak het gewoon schoon, doe er je ding in. En het is gewoon hartstikke makkelijk om in te vriezen. Hier zit er nog wat kaassoufflees in, die had ik gehaald. En ik had quiche gemaakt, maar daar heb je 6 plakjes voor nodig. Dus ik heb hier ook nog 4 plakjes bladerdeeg in zitten. Om eens een keertje wat mee te maken. Wat hebben we nog over? Nog een brood. Ja, deze die heb ik dus vorige week gehaald voor 50 cent bij de Albert Heijn. Mocht je daar nog niet geweest zijn bij de Albert Heijn, kun je dus het brood van gisteren vandaag tegen een gereduceerd tarief gaan halen. De hele broodjes zijn 50 cent. Halve broden 25 cent en broodjes ook 25 cent. Nou ja, we doen hier dus nu al de hele week mee, want ik had 4 broden en 3 zakken broodjes gehaald, dus ik was 2,75 euro kwijt. Hebben we de hele week een brood van kunnen eten en dus aan het einde van de challenge nog 1 brood over. Toen ik 2 Too Good To Go pakketten bij de Plus haalde, had ik heel veel aardappeltjes erin zitten. Van die Bourgondische krieltjes en van die opgebakken aardappeltjes van oma, zeg maar. Dus daar heb ik ook nog 4 zakjes van over. Ik kreeg natuurlijk bij de Sigro die hele grote zak van 5 kilo aardappelen. Dus vandaar dat ik deze kleine zakjes aardappelen niet heb aangebroken. Maar zoals je ziet, ik heb ze in de vriezer gedaan en dat gaat eigenlijk gewoon hartstikke prima. En wat ik meestal doe als ik het ga gebruiken, dan is het eventjes in de magnetron ontdooien. Zodat het wat uit elkaar valt. En dan gewoon opbakken in de pan. Het werkt helemaal prima. Verder heb ik nog wat zakken groenten over. Deze die had ik in een Too Good To Go pakket zitten. Ik weet alleen even niet meer precies van wie het van de koper van de Plus was. Maar het zijn Italiaanse voorwerpgroenten. En ik heb heel wat groenten over uit mijn Too Good To Go box van de Sligro. Namelijk winterpeen. Nou ja, en ik heb best wel wat winterpeen gehad in mijn Too Good To Go pakket de afgelopen maand. Dus ik dacht van ja, weer een winterpeen recept, dat gaat hem eigenlijk niet worden. Dus ik heb deze in de vriezer laten liggen. Maar ik denk dat ik er komende maand gewoon lekker een hutspotje van ga maken. Want ja, nou ja, ik heb die wortelen en ik heb nog wat uien over. Dus dan kan ik daar een lekkere maaltijd van maken. Ik heb nog een zak macaroni spaghetti groenten over. Ja, nou, mijn moeder die had macaroni gemaakt. Dus ik denk ik ga niet nog een grote pan macaroni maken. Ik denk, we hebben ook nog in de vriezer liggen, dus dat vind ik dat eigenlijk een klein beetje nutteloos. Ik heb een grote zak Bami Nasi groenten over. Maar ja, eigenlijk hetzelfde verhaal. Bami had ik al gemaakt deze maand, dus ik wilde eigenlijk iets anders laten zien. En vandaag dat die er nog in ligt. We hadden 2 zakken soepgroenten. Van 1 zak heb ik inderdaad soep gemaakt. En deze zak die had ik dus ook nog in de vriezer liggen.
En dan hebben we nog wat andere dingetjes. Ik had namelijk nog de minetjes over. Maar ja, dat is eigenlijk hetzelfde verhaal als met die bami groenten. Ik had al bami gemaakt deze maand, dus ik ging geen tweede keer doen. We hadden wat gratis producten, waaronder deze. Nou, deze die heb ik nog niet gemaakt. Ik zet me eventjes aan de kant, ik wil je zo eventjes uitleggen waarom. En ik had dus deze twee zakjes rijst. Deze die hebben we wel voor de helft gegeten, maar ja, deze die hebben we nog over. Had ik ook al gezegd, die ga ik niet meer klaarmaken. Deze budget challenge maand. Deze die heb ik voor de helft klaargemaakt. Bij de kippilaf die ik gemaakt heb een paar dagen geleden. Het was trouwens wel heel erg lekkere rijst. Dus ik heb best nog wat spulletjes over. En dus geen 250 euro uitgegeven, ongeveer 230. Buiten die Dunkin' Donut boxen die er nog aan gaan komen, dat is rond de 240. Wil je het allemaal eventjes op je gemakje nalezen wat we hebben gemaakt, wat we hebben uitgegeven, dan kijk eventjes op mijn website. Daar heb ik een artikel geschreven, www.wereldvanmama.nl. Klik je in de zoekbalk even, zoek je eventjes op Budget Challenge 2021. Kun je alles zien wat ik gemaakt heb, alles zien wat we hebben uitgegeven en gekocht hebben. En dan kun je het gewoon eventjes op je gemak allemaal nalezen. Maar zo zie je dus dat je, als je een beetje creatief bent, als je weet waar dat je je producten kunt halen, waar dat je wat kortingen hebt, met behulp van die Too Good To Go boxen kun je best wel onder die 250 euro blijven. Het is een uitdaging, dat sowieso. Zonder jullie input had ik nooit zoveel verschillende recepten neer kunnen zetten. En nu dat we het daar toch over hebben, over jullie input en dus ook nog over deze melk, want dat zei ik al, daar wil ik zo meteen nog iets over vertellen. De budget challenge die is dus, met vandaag, met deze video is die dus afgelopen. Dus dat betekent ook dat ik niet meer elke dag een video ga uploaden. In elk geval de komende maand, in de maand december, kun je wel gewoon elke woensdag een nieuwe video online zien komen. Want ik heb best wel wat leuke tips gekregen van jullie van kun je deze video hierover maken, kun je deze video daarover maken. En dat leek me best wel leuk. Dus we gaan nog een aantal video's opnemen nu in december. Elke woensdag kun je er eentje zien. En dan gaan we het eventjes hebben over januari. Want ik heb een tijdje geleden heb ik de vraag gesteld, wat voor een challenge vind jij dat ik zou moeten doen? En ik heb toen eigenlijk een beetje de keuze gegeven uit een vegan challenge en uit een taartenbak challenge. Beetje voor de grap, maar toch vonden heel veel van jullie dat best wel een goed plan. Dus ik denk dat we misschien in 2022 wel zo'n taartenbak challenge gaan doen. Ik moet alleen even kijken wanneer dat ik dat precies wil gaan doen. Maar die vegan challenge, die leek me wel eigenlijk heel erg leuk om te doen. Ik geloof 65% of 70% van jullie zei van ja, doe dat maar. Want dat vinden we wel heel erg interessant. Nou, en dit is dus een plant-based product, zoals dat dan zo mooi heet. Dus die wilde ik eigenlijk bewaren voor de challenge. Nou, dat kan ook nog wel prima, want die is nog een half jaar houdbaar. Dus dan heb ik in elk geval al één product daarvoor. Het ding is alleen, dat ik eventjes aan het denken was, zal ik een week lang de vegan challenge doen of zal ik een maand lang de vegan challenge doen? Nou, dat hoor ik graag van jou. Vind je het leuk om een week lang vegan challenge te zien of vind je het juist leuk om een maand lang de vegan challenge te zien? In januari wordt sowieso aandacht gevraagd voor meer plantaardig eten door middel van een challenge. Ik weet niet of dat die hier in Nederland eigenlijk is, maar ik zag dat die in Amerika was. Dat heet Veganuary, dus dat betekent dat je in januari vegan eet. Dus het leek me op zich wel heel erg leuk om daaraan mee te doen. Dan eet je dus 30 dagen lang, of heel januari 31 dagen lang, eet je dus vegan. En dat is best wel een uitdaging. Zeker in mijn gezin. Het is niet zo dat ze niks lusten, maar het is af en toe wel zo wat de boer niet kent, dat ja, eet het gewoon niet. En ik heb best wel, ik heb geen lastige kinderen qua eten, helemaal niet. Ik bedoel, iedereen heeft zijn voorkeuren, ieder mens heeft zijn voorkeuren. Kijk, als je een groter gezin hebt, heb je dus verschillende gezinsleden die zo hun voorkeuren hebben. En dat is allemaal prima. Daarom doe ik ook vaak die bakjes gewoon invriezen. En als ik dan eens iets heb wat een ander niet lekker vindt, dan heeft hij altijd de keuze om iets anders te pakken wat hij wel lekker vindt. Zonder dat ik daarvoor uren in de keuken hoef te staan. Maar, dus buiten het feit of dat we die vegan challenge een maand of een week gaan doen, heb ik wel een beetje jouw input nodig. En jouw input als in, heb je lekkere recepten voor mij, dan laat dat weten. Een beetje kidsproof recepten. Maar daar komt de uitdaging. Ik heb twee mensen in mijn gezin die lusten geen soep. Nee, ja. Ik heb één persoon in mijn gezin die lust geen pasta's. Ja.
En ik heb er eentje die een beetje stijgt bij het idee dat je een maand lang vegan gaat eten. Want die heeft zoiets van, ik heb echt wel mijn vlees nodig en ik wil toch wel graag die structuur van dat vlees hebben. Dus dat is ook wel een uitdaging. Plus dan heb je mij nog, ik ben gek op bakken. Nou ja, en in 99 van de 100 bakrecepten heb je eieren nodig. Nou, eieren zijn niet vegan, dus dat moet vervangen worden op de een of andere manier. Dus ik weet niet zo goed hoe dat ik dat moet doen. Dus het zijn heel wat uitdagingen waar dat je nu tegenaan aan het kijken bent. Maar als je dus recepten hebt, dan laat me dat zeker weten. En ook als je mensen weet, of kookworkshops weet, of bedrijfjes weet die vegan zijn en die het bijvoorbeeld leuk zouden vinden om... ja, mij te ontvangen of om mij eens wat raad te geven of tips te geven, dan hoor ik dat heel graag. Of breng ze in contact met mij, stuur ze mijn filmpjes door, stuur ze mijn Instagram door, zodat we met elkaar in contact kunnen komen. Zodat we die vegan challenge ook kunnen laten slagen dan. Dus wat ik van jou heel graag wil weten, nummertje 1, vegan challenge, 1 week of 1 maand. En op de tweede plaats, deel al je recepten, je tips, je tricks rondom vegan eten hier beneden in de reacties. Zo lieve mensen, en zo zijn we ook weer aan het einde gekomen van deze video. Zoals ik al zei, wil je alles nog eventjes op je gemakje teruglezen? Kijk dan eventjes op mijn website www.wereldvanmama.nl voor een overzichtje. En ik zal ook hier op YouTube een playlist maken met daarin de Budget Challenge 2021. Heb je alle video's bij elkaar, mocht je het leuk vinden om het nog een keertje terug te kijken. Voor nu wil ik heel graag bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je hem leuk? Geef dan zeker eventjes een duimpje omhoog en vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal om geen enkele video te vermissen.